lieve vrienden, van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is 11:24 en het is woensdag 10 juli. Mijn begeleider loopt net de deur uit. Rebecca was boven bezig, maar die is even naar de DK, want ze had vergeten te melden van kattengrit is op. Dus ja, dat had ik niet. Nee, ik kan er niks aan doen. Dus die is zij zelf aan het halen. Ik ga mij starten op de keuken, want daar is één dikke vieze bende met een grote afwas. Ik laat het jullie wel even zien. Uit. Hierblieft. Ook het kookplaat, nou die ziet er niet uit. Maar ja, de zon die schijnt er op 's avonds en dan krijg je daar stof, hè? Ja, dat hou je nou eenmaal. Maar ja, maakt niet uit. Even goed zetten, zo. Hij staat nog wel scheef, maar... Lekker belangrijk allemaal, zo dan. En dan ben ik gelijk donker, gelijk het wel. Ik weet het niet, hè. Voordat ik die kant op schijn, met de camera licht, dan, en ik doe het terug, dan is het gelijk hier donkerder. Nou ja, kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Ik ga dus dat allemaal schoonmaken. Dan heb ik ook wat te doen. Doe mijn schort om, want ik heb een nieuwe blouse aan. Dus dat moet wel even zuinig op zijn. Ja, die ik gisteren gekocht heb. Dus ze zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag. Het regent wel steeds. Het is bewolkt, het is triest, het is grijs. Maar ik denk niet koud dat iedereen loopt zonder jas. Of het moet een regenjasje zijn. Maar in ieder geval, geniet ervan. Tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn er weer. De boel is weer netjes. Mijn huisje is schoon. Rebecca die vliegt net de deur uit naar de auto, want het regent weer eens een keer. Ja, en mijn keuken is weer mooi schoon. Dat ik probeer jullie te pakken, maar dat wou even niet. Zo. Alles is weer netjes schoon. Dus ja, enkel deze kant moet ik nog even doen, maar dat komt nog wel even. Ik ga nu even een moment aan mezelf denken. Ik ben druk bezig geweest. En Rebecca is ook druk bezig geweest. En wie weet, komt ze met de auto hier langs. Maar dat weet ik niet. Nee, ik weet niet waar ze met staan. En nou regent het zo erg. Ze kunnen hem ook hiernaast hebben gehad. Ja, daar gaat ze. Kijk, daar gaat ze. Ja, ja. Dus ja, het werk zit er weer op. Ze komt vrijdag weer bij tijd, want ik moet om 12:30 dan weer bij fysio wezen. Dus dan komt ze al bij tijd en dan gaat ze boven met de was bezig. Ja, en ze heeft nog anderhalve week te gaan, dan heeft ze vakantie. En toen werd ik, oh, daar was ik weer. Dus dan krijg ik een invallen, maar ik heb van haar werk nog geen telefoon gehad. Nee. Maar dan wachten we nog netjes even af en ik moet toch een invalster hebben, ja toch? Maar dan geeft ze die extra klusjes zo of bovenop die keukenkastjes alles schoon te maken. Maar dat moet ook even gedaan worden. Dat is ook, daar wonen ook mensen, zeg ik. Sorry voor het bewegen. Maar in ieder geval, dat moet wel even schoon. En ik zal kijken wat ik met mijn hobbyspullen moet, hoe ik dat neer moet zetten. Want ik heb, ja, mijn hobby, maar dat is voor de winterperiode. Ga ik in de zomer niet doen. Ik had eerst die spiegels, weten jullie nog? Nou, dat is een flop geworden. Maar ja, ik heb wel hobbyspullen. Maar dat wil ik eigenlijk ergens anders neerzetten en pas pakken wanneer ik er zin in heb om het te doen. En ik denk zomaar, kijk, de ene keer kom je de tijden, kom je er niet aan. En de andere keer heb je weer tijden, kom je er wel aan. Maar ik wil het eigenlijk in die kast zetten. Maar ik weet nog niet hoe ik dat wil hebben. Daar moet ik even goed over nadenken. Want ik heb die kist met Elektra. Nou, die moet vooraan blijven, want er staat weer de dieren eten op, et cetera. Maar ja, we zullen het wel bedenken. Ik zie wel hoe ik dat wil. Ik dat moet. Ja, had ik nog maar een extra kast of de meterkast, die is heel erg ondiep. Ik ben een diepe meterkast gewend. Die altijd diep waren en daar kon je best dan nog wat spullen in kwijt, zoals je stofzuiger. Nou, die staat nou hier in de trapkast. Andere dingen, bezems voor binnen in huis, de wissers.
Dan kan je daar niet in kwijt. Ja, oké, okay, de wissels verdwijnen en het ramenlappen, et cetera. Die kan je erin kwijt, maar dan moet je aan de deur hangen. Ja, anders kan het nog niet. En de vloeroppervlakte is, ja, is net zo dik, breed, moet ik zeggen, dan die meters die erin hangen. Dus ja, maar daar kan je niks aan doen. Ik ga nu verder. Ik ga ook nog renderen. Ja, ik ga nu zo meteen eerst even gewoon al lekker een spelletje doen. Ja, even een spelletje. Eventjes mijn hoofd leegmaken. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van de druilerige weer, als bij jullie ook zo is. En tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben druk bezig met renderen en ik probeer dat nieuwe programma waar ik plaatjes mee maak, die te vullen. Ik heb het vorige week al het een en het ander erbij weten te vullen. Maar ik miste nog wat. Ik denk, hé, dat had ik wel bij mijn oude programma. Waarom zit het hier niet in? Maar wordt hier ook in. Dus ben ik het aan het zoeken weer op de pc. En ik hoop dat ik het vinden kan. En die pc zoekt het zelf wel als je maar het goede je vult. Ja toch? Hé, hey, meis. En ja, dan kan ik het overzetten naar het nieuwe programma. Dan heeft die dat ook. Moet insteekfilters hebben. Ja. Wat is er met je miauw? Ja. Ewen die vraagt even aandacht. Alsof ze niet genoeg krijgen, want ze hebben net helemaal aandacht gekregen. Ja. Eens binnen dat ze dan doet. Maar oké, okay, het is hier ook treurig weer. Ik zou vandaag weer naar de bolders toe zijn gegaan om daar te vloggen. Maar het blijft maar regenen. Alleen een stuk door dan weer. Heel zacht, miezere grot weer. En dan gaat het weer hard. Dat ik vind er niks aan, rillerig en koud. Ik zie nou wel dat de poort begint op te drogen. Die begint droog te worden, die was er net helemaal drijfdonat. Maar in ieder geval, als het al nog droog wordt, ja, dan neem ik jullie mee en dan ga ik er even heen. Ja. Maar ik betwijfel het, ja. Ik betwijfel het helemaal. Oh, PC heeft het niet kunnen vinden, dan moet ik in een andere schijf wezen. Weer zoeken. Komen er wel. Ja hoor. Maar oké, okay, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van deze druilerige dag. Wees zelf het zonnetje. Doe ik ook. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we gaan zo meteen even toch naar de hortop, want het is droog. Ik heb mijn eten achter mijn kiezen, de diertjes ook. De vrouw heeft zijn kap om, want die is net buiten geweest, die laat ik ook om. Hij krijgt zijn muilkorf er nog bij om. En dan gaan we eventjes nog naar de bolder waar ze met die paint, streetpaint bezig zijn. Toch nog even kijken, dus ik neem jullie even mee. En misschien nog eventjes, ja, kermis alweer. Vroeger als kind zijnde vond ik het mooi hoor, vooral wanneer het donker was, weet je wel. Dat het, die lichtjes allemaal, vond ik mooi. Maar je bent volwassen. Vrijdag, als het knap weer is, dan gaan we naar de dijk, hebben we vuurwerk. En dat ga ik dan ook proberen te vloggen. Maar het moet wel knap weer wezen. En niet dat druilerige weer, want daar schiet je niks mee op. Dus ik zou zeggen, geniet zo meteen van die 3D paint, street paint. Ja, weet ik wat het allemaal heet, maar in ieder geval wordt op straat gedaan. Het is 3D, het is magnifiek. Hoe mooi ze dat allemaal kunnen. En dan rijd ik toch nog even een rondje stad, want ze hadden het erover dat ze ook ergens op de gevels bezig waren. Nou, ik heb niks gezien. Dus ga ik dat ook gelijk bekijken en zie ik het, dan vlog ik dat uiteraard ook. Maar dat merken we dan alweer. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik heb wat gevonden. Ja, ja, in de Spoorstraat. En het is alleen allemaal blauw, 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 blauw. Gero Blauw past bij jou. Nou ja, ik maak reclame, maar waarom weet ik niet, want ik word toch niet betaald. Maar ja, op de grond en tegen een houten wand aan waarachter gebouwd wordt. Ik ga jullie eerst die kant op draaien en dan zien jullie die wand. Ja, nou, daar wordt dus erachter wordt gebouwd. En dan hier die blauwe gedeelte. En de grond die wordt meegenomen. Ook het putje. Dus ja, tot daar aan toe. Dus wat er dan weer opkomt, Joost mag het weten, maar ik weet het niet.
Nee, ik zie wel donkere streepjes en gaatjes, maar dat heeft ook met het schroefwerk van het hout te maken. Dat het lekker vastgemaakt is. Dus ja, dit gaan we ook hier wel in de gaten houden. Zeker weten. Ja, ja, nou gaan we naar de bolder. Kijken wat daar te beleven is. Geweldig, ja. Ben je nog niet bij de bolder? Nee, ik kwam weer wat tegen. Ja, ja, om het hoekje van diezelfde houten muur, waar de muur dus verder de hoek om loopt, vind ik weer wat. En ja, dat wordt echt mooi. Ik hoop dat jullie het zo wat kunnen zien, want ja, we kunnen er nog niet recht voor gaan staan. Maar het is mijn oren. Wordt gegild door de jeugd. Het is onder zee, onder het water, dus ja. En zou het een zeemerman wezen? Ja, je weet het niet, hè? En we staan nou ook niet goed natuurlijk, want we behoren daar geen te komen te staan. Ja, achter die paal daar in het midden. Maar dat kennen we nog niet. Maar dan kunnen we dan wel beter zien. Het is dus nog niet af, nee. Maar oké, dat komen we wel heel snel te zien wanneer het wel af is. Het is in ieder geval onder water met alle mooie vissen en kwallen of wat het ook allemaal mag wezen. Koraal, noem maar op. Dus het is ja, echt wel mooi hoor. Echt wel. Maar ja, we gaan nou weer proberen verder te komen naar de bolder. Nou, ze zijn al ver gevorderd. Maar nog lang niet klaar. Doei. Maar dat komt wel. Ja hoor, is al een bootje. Het is echt heel mooi. Ik ga zo even staan. Nou, zie ik zelf helemaal niks. Ja, gewoon met mijn ogen. Maar niet door de camera, nee. Die is ver boven mijn hoofd. Ah, het is mooi. Maar ik kreeg gisteren een kaartje van die man met die zwarte jek aan. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En het was mooi, het wordt mooier, het wordt leuk. Ja, het wordt echt wel wat. En ik heb natuurlijk weer eventjes met ze staan te praten via die andere man. En ik heb tegen Gregor, die eigenlijk drugs bezig was, die hek in het Engels maar even wat verteld, wat ik een beetje in het Engels kon, want ik kan bijna geen woord Duits. En hij is Duits. Kan wel wat, maar dat is ook te weinig om een gesprek te voeren. Dan kan ik beter ietsje meer Engels. Ja, dan kan ik ietsje beter. Maar ja, ook nog niet echt goed genoeg. Het moet met gebaren en Nederlands door elkaar heen en dan begrijpt hij wel. Maar in ieder geval, het wordt echt wel mooi verder. Maar ja, we blijven erbij. Die bolder hoort hier niet in de stad. Het is veel te groot, veel te kolossaal voor een klein stadje. Maar in ieder geval, maakt niet uit. Ik kan de pret niet drukken. Ik ga nou een bakje koffie maken. En we zien morgen wel weer verder. Ja, morgen is het donderdag. Morgen moet ik naar de deka. Ik moet kattengit erbij halen. Ik moet nog even wat bij de koffie halen. Want dat heb ik ook niet meer. Maar het maakt ook niks uit. Zolang ik het voor vrijdag maar in huis heb. Dan is alles best. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van jullie avond. Voor later welterusten. Met mooie dromen. Ook weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.